film is een beetje wazig. Ik ben niet tevreden over tot nu toe. Dus ik ga er meteen weer verder. De reden waarom ik door ben gegaan is dat ik wil eigenlijk altijd dat het schilderij op elk gedeelte in beweging is. En dan zit toch hier een probleem. Dus ik ga weer door. Het is inmiddels avond en ik ben nu ongeveer 10 uur hier aan bezig. En ik twijfel even of ik naar huis moet gaan, omdat ik het eventjes niet meer weet. Gooi je veel weg? Ja, ik gooi best wel veel weg. Ja. Ja. En ze moeten gewoon helemaal kloppen. En anders dan irriteer ik me eraan. Dus dit is een van mijn lievelingsschilderijen. Echt een combinatie van al die dingen. En dit, van gegoten en geschilderd door elkaar heen. Ja, dus deze klopt. En waar mag die er bijvoorbeeld dan hangen? Nou, omdat deze heeft zo'n heel snel geschilderd gedeelte. Hierboven bijvoorbeeld. Of ja, eigenlijk is alles vrij snel geschilderd. Maar dat heeft... Ja, het valt helemaal samen voor mijn gevoel. En hier zit dan voor mij weer iets nieuws in. Wat is dan het nieuwe? Goed. Er zit eigenlijk een gedeelte in waarvan je zou kunnen zeggen dat is het af. Omdat het zo... het is echt één laag en heel snel geschilderd. Maar ja, de ruimte die dat geeft en het licht... dat bevalt me gewoon. En dan bewaar ik eigenlijk telkens de delen die ik goed vind. En dan komt er weer een nieuw goed deel en dan weer... En nu was ik op een gegeven moment was het zo ver dat ik zo geïrriteerd was. Dit heb ik helemaal weggeschilderd en hier en hier. En dan hou je eigenlijk heel erg die kwaststreek over. En ik vind dus nu dat het te veel wegschilderen is zonder dat het verder een doel heeft. Dat ik dit überhaupt deel. Ja, volgens mij heeft niemand dit ooit nog gezien. Omdat het heel privé voelt? Of... Ja, het voelt gewoon een beetje alsof ik naakt onder de douche sta, zeg maar, nu. Ik zou het ook heel moeilijk vinden om met assistent of zo te werken. Omdat ik heb het gevoel dat elke handeling die ik doe in mijn atelier of dat heel erg, heel iets persoonlijks is. Bij de Zeeman denken ze dat ik stewardess ben of zo. Omdat ik altijd heel veel van die panty-kousjes koop. Dat is echt... Ik kan de hele dag staan mengen, alsof je de groenten aan het snijden bent. Het is wel een belangrijk gedeelte van... Want als ik de verf niet goed heb gemengd, dan mislukt het hele schilderij. Alles wat ik doe is het onderdeel van het schilderen, van het uiteindelijke werk.
omdat het de manier waarop ik schilder heel erg over momenten gaat. Dus dan is dat mengen van de verf al een soort opbouw daar naartoe. Ja, er moet een soort magie ontstaan. Dus dat je niet meer hoeft na te denken wat je aan het doen bent. Dat je dus achteraf denkt, wat heb ik er nou gedaan of zo. Dat gieten en dat vloeibare van die verf, het ziet er een beetje uit als water of zo. Maar dat zuigt je de schilderij in eigenlijk en waardoor je meegenomen wordt. Ik weet nooit precies wat er uitkomt, maar ik kan het gewoon wel een heel eind sturen. Dus ik kan wel, ik weet wel, als ik het zo doe, dan gebeurt dat. En als ik het zo doe, gebeurt dat. Dus ja, daar moet je dan weer op reageren eigenlijk. Terwijl als je het heel bewust met de kwast zet, dan heb je minder dat onverwachte gedeelte. Dan zo mee bezig bent, dan is het eigenlijk. Dan maak je een soort verhaal terwijl je aan het werk bent. Ja, het wordt gewoon een soort persoon. In elk schilderij zit een figuur of een groep figuren. En in dit schilderij zit een figuur in de midden. Zie je een hoofd en een soort meisjesfiguur in een soort storm. Maar ik denk dat ik toen nog wat meer monochroom werkte. En heel erg één figuur in de verf zocht. Ja, dat voor en achtergrond in elkaar overgingen eigenlijk. Dus dat het één geheel was. En dat is nog steeds wel zo, dat eigenlijk het schilderij heel organisch tot stand komt. Of dus, net zoals hier, als een soort gesteente of zo, waar dan de figuur in opduikt. Kijk, dit is dan een soort dorpje in een landschap. Mm-hmm. Met daarvoor een soort geesten of die uit het landschap omhoog kruipen of zo. Maar goed, ik ben nu wel iets aan het uitleggen, maar misschien zie je dat helemaal niet. En zit je op een heel ander pad mee. Dus dan denk ik van, ja, misschien kan ik beter niks zeggen. Maar... Want vragen mensen vaak als je het uit moet leggen, of je het uit wil leggen? Ja. 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 Nou ja, op zich vind ik dit een dramatisch werk. Ik ben wel een beetje bijgelovig. Mm-hmm. Dus dat je bijna een soort dat je soms misschien iets over je afroept of zo met wat je doet. En ik denk dat het werk lichter is geworden. En soms denk ik wel eens, misschien komt het omdat ik kinderen heb gekregen. Dat ik het ook niet meer wil, zeg maar. Dat het donker is. Of, nou ja.
Als het verf is, dan weet ik wat ik moet doen. Ik heb eigenlijk bijna nooit gedacht van wat is de zin van het leven. Of... Ik had altijd het gevoel dat ik... misschien dat ik het gewoon dan voor mij op deze manier heb ingevuld. Als ik schilder, dan heb ik het gevoel dat ik controle heb over mijn leven. Ik voel me beter als ik schilder, ja. Oké, fijne dag verder. Dag. Ja, dus dan kom ik aanfietsen en dan zie ik die bloemen. En dan denk ik, ja, zo moet het. Ik werk niet met het idee van, oh, ik ga vandaag een boom schilderen of zo. Maar ja, dat je een schilderij wil maken zoals de natuur is. Dat het als vanzelfsprekend is dat het er is. Ik wil graag iets maken wat dezelfde spontaniteit heeft als een tekening of als als iets wat snel gemaakt is. Ik vind het wel belangrijk dat het getoond wordt, maar ik vind het maken het belangrijkste. Maar goed, als niemand het ooit ziet, ik weet niet. Je ziet pas echt wat je hebt gedaan als iemand anders ernaar kijkt. Omdat je dan zie je het door iemand anders ogen en dan denk je ineens, oh ja, dat heb ik, dat is het. En dus eigenlijk is het wel heel belangrijk om het, dat het ergens getoond wordt en dat mensen het zien en dat er op wordt gereageerd. En dan snap je het zelf ook pas eigenlijk. Misschien. Net nog een pootje van die vlieg. Oh. Dit schilderij heb ik vandaag gemaakt. Het ging heel snel. En hij lijkt gelukt. Maar ik zal het over een paar dagen aan de muur bekijken. En toen ben ik daarna verder gegaan met het schilderij waar ik gisteren mee begonnen was. En deze is nu, denk ik, ook af.